Dit programma wordt u aangeboden door Liberant Telecom. 1 op de 8 werknemers is een mantelzorger en 40% daarvan heeft het gewoon veel te zwaar. En daar moeten we natuurlijk wat aan doen. En dat kan vandaag hier op het Fioretti College. Ze kunnen workshops volgen, bierproeven, sushi maken. Nou, het komt helemaal goed volgens mij. Dus gaan kijken. Wat is er nou zo belangrijk aan een dag dat mantelzorgers even in het zonnetje worden gezet? Nou, mantelzorger, vaak is dat iets waar je niet voor kiest. En langzaamaan zie je dat je steeds meer taken moet doen en het vergt steeds meer van je. En we zien dus ook dat, dat we best wel veel ook mantelzorgers hebben die overbelast raken. Ja. En eigenlijk is het dan heel fijn dat er een dag is dat zij eventjes vrij af zijn van het mantelzorgen. Vaak kunnen ze dan eventjes iemand vragen om op te passen thuis bijvoorbeeld. En even wat tijd voor zichzelf te hebben. Misschien voor de mensen die mantelzorgers zijn en die even een beetje bij een beetje treurige bij zitten. Heeft u dan een goede tip wat ze kunnen doen? Probeer te praten. Blijf praten. Praat het van je af. Ik ben zelf ook op zoek gegaan. Ja. Hè? Dat je steun hebt van iemand. Hè? Maar denk ook aan jezelf. Cijfer jezelf niet weg. Ik heb het niet gedaan en mijn vriendinnen zeggen als jij dit vrijwilligerswerk en wat je allemaal doet niet had opgepakt, had ik wel anders in het leven gestaan. 1, 2, klap, klap, 1, 2. Ik ben Elise van der Zon, ik ben fysiotherapeut bij Marente en wij hebben net een workshop RGM gegeven, dat is de Ronnie Gardner methode. En wat is de Ronnie Gardner methode? De Ronnie Gardner methode is een oefenmethode waarbij je hersenhelften beter laat samenwerken, nieuwe connecties in die hersenen maakt. En daardoor ga je heel veel dingen merken, zoals een betere concentratie, een beter geheugen, beter balans, beter ritmegevoel. Maar het is vooral een oefenmethode en vooral ontzettend leuk. Nou, kan je allemaal workshops volgen? En dan zag ik staan sushi maken. Nou, laat sushi nou mijn favoriete eten zijn. Oké, ik ben geen mantelzorger, maar hey, ik heb een lege maag, dus ik ga het gewoon proberen. En ik zie nog een plaatsje vrij, dus ik ga er gewoon bij zitten. Eén kant is wat glimmender en wat gladder. En dat wordt de kant die naar beneden ligt. Dus de buitenkant van de sushi. Dan pak ik een beetje rijst. En de kunst is om niet te veel rijst te gebruiken. Houdt u een beetje van sushi? Heeft u het ooit gegeten? Jawel, maar ik hou niet van de plakrijst eigenlijk. Nou heb ik sushi gegeten, maar na sushi moet natuurlijk bier gedronken worden. Laat dat even duidelijk zijn. Dus dat ga ik doen hier binnen. U bent van Klein Duimpje, toch? Ja. Aan welk biertje zijn jullie nu aan begonnen? We hebben net het Slobberbok geproefd. Slobberbok? Slobberbok, het beste bokbier van Nederland. Mag ik hem proeven? Kijk eens, daar gaan we. Een Slobberbok. Waar komt de naam vandaan? Slobberbok. Bok ken ik maar. De bedoeling was om een mooi doordrinkbaar bokbiertje te maken. Ja. En kijk, er staat een bok uit het gistvat te slobberen. Ja, zo kwamen we aan de naam. Ah, leuk bedacht. En dus, sinds vorige week is het het beste bokbier van Nederland. Oh, lekker. En gaan die mensen hier zo meteen dronken de zaal uit? Ik denk het wel, want ik heb 4 kratten bij me en ik mocht niet met bier naar huis. Kijk, helemaal goed, dankjewel. En voor wie het ritmegevoel net even goed te pakken had gekregen bij de workshop, kan je hier dus ook djembe leren. En ik ga even zachtjes naar binnen. En dan beginnen we met hocus pocus pilatus pas, jabba dabba doe. Nou ga ik ook bloem schikken. Dat doet altijd me denken aan mijn moeder. Die had ook altijd zo'n hobby bloem schikken. Daar ben ik heel erg gek van. Maar misschien zit in de familie en ben ik heel goed in. Je weet het niet.
En dat was dan weer de dag van de mantelzorg. En ik heb een mooi bloemetje gemaakt en die zet ik natuurlijk op het kantoor. En volgens mij is het duidelijk, ze zijn vandaag in het zonnetje gezet. Ze hebben sushi kunnen maken, ze hebben bier kunnen proeven. En ze kunnen wat leuks mee naar huis nemen. Dit programma wordt u aangeboden door Leibrand Telecom.